Geliefde vrienden, stelt u zich eens voor. Ik ben geen profeet. Ik weet het niet. Maar stelt u zich eens voor dat u over, laten we zeggen, 40 jaar hier door Genemuiden wandelt. U komt deze kerk binnen. Tentoonstelling. Moderne schilderkunst. U loopt verder. U zoekt waarheid. Het is er niet. Ja, er is een kerk. Daar staat een dame wat te brabbelen. Het licht is weg van de kandelaar. Kan dat? Ga eens een keertje een dagje uit naar Amsterdam. En ga dan de nieuwe kerk eens binnen, naast het paleis. En stel u zich dan eens voor hoe het 100 jaar geleden was. 100 jaar geleden. Die kerk te klein. Loop dan eens even verder in historisch Amsterdam. Ga naar de Zuiderkerk. Daar staan een paar duizend mensen voor de deur te dringen. Ze willen erin. Wie preekt er? Kolbrugge. En nu? Is Genemuiden beter dan Amsterdam? Of gaat dat hier ook gebeuren? Gaat u ook nog eens een dagje naar Groningen? Daar hebben ze van die prachtige oude kerkjes uit de vroege middeleeuwen. Daar stond, ik noem maar een voorbeeld, dominee Schortinghuis, bekende schrijver, oude schrijver van het innige christendom. Wat is er van over? Niks. Stichting Oude Groninger Kerken. Hoeveel hebben jullie er? Oh, meer dan 100. Wat doen jullie ermee? Ja, dat zien we wel. Licht is van de kandelaar. En iets ergers is er niet. Want Christus alleen is het licht. En als hij niet van deze kansel of welke kansel ook schijnt, bent u, blijft u, jij ook, in de duisternis. En weet je niet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Waar ga je heen? Als het vanavond einde is, waar ben je dan? Waar je het liefste wezen wil. Dicht bij de Heer Jezus. Bij Christus te zijn is zeer ver het beste. En anders ben je verloren. In de plaats waar wening is, een knersing der tanden, tot in alle eeuwigheid. En zelfs onder reformatorische naam wordt dat bedekt.
of half ontkent. In Efeze onderkende men gelukkig nog wel degene die zeggen dat ze apostelen zijn en zijn het niet. Onderkennen wij dat ook nog? Hebt u geestelijk een goede smaak? Kunt u proeven? Beproeven de geesten of ze uit God zijn. Want alles wat uit God niet is, zwaar of licht, rechts of links, is uit de duivel. En die heeft 1000 jasjes. Zwarte, rode, groene. Want hij verkleedt zich als een engel van het licht zelfs. En dat doen ook zijn dienaren, geweldige predikers, begaafde mensen, veel invloed. Efeze, daar moest ik aan denken toen ik deze avond voorbereidde. Want daar dreigt de Heer Jezus met iets wat ook gebeurd is. Hij neemt de kandelaar weg. Als zij en jullie je niet bekeren. Bekering is nu eenmaal de hoofdzaak in elk mensenleven. En een prediking waarin u dat niet hoort, kunt u beter wegblijven. En zoeken wat wel is. De Heer Jezus begon zijn eerste preek ermee. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat was er aan de hand in Efeze? Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Als gemeente. Wat is dat? Ja, je weet alleen wat liefde is. Als je lief hebt. Moet je eens even goed over nadenken. Dan weet je het echt. Er was dus een klein jochie. Van 4. En ze vroegen hem. Wat wil je dominee? Wat wil je worden, jochie? Dominee, zegt hij. Ja, zei ze. Maar dan moet je een nieuw hart hebben, hoor. En toen zei hij kinderlijk, diep eenvoudig. Dat heb ik al gekregen van de Heere. Want ik vind de Heere het allerliefste. Ja, dat is alles. Zo simpel. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waar die liefde niet is, is er niks. Zwaarheid, degelijkheid, rechtzinnigheid. Daarmee ga je verloren. Maar wie lief heeft, is uit God geboren. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Die eerste liefde was verlaten. En nu wil ik het een beetje gaan toepassen op onze eigen kerk en onze eigen situatie. Want misschien zijn er sommigen van u, net als ik, wel eens in Efeze geweest. Nu? Een aantal jaren geleden was ik daar. En dan denk je aan die bloeiende gemeente waar de apostel Johannes de prediker was. Kinderkens, zei hij, toen hij niet meer kon preken en met een draagstoel de kerk ingebracht werd. Kinderkens, heb elkander hartelijk lief. Elkander. En dan denk je aan deze brief
Ja, u kunt er ook heen als u wilt. Het is een ruïnestad. Ruïnes. Maar niets meer herinnert. Niets. Aan het evangelie. En in wijde omtrek is er ook niets te vinden wat maar op waarheid lijkt. De kandelaar is weg. Geen loze, lege dreiging. Het gebeurt. En het is gebeurd op ontelbare vele plaatsen in ons eigen vaderland. Geschiedenis is heel nodig nuttig. 100 plaatsen zouden te noemen zijn, waar nog in recente tijden, 100, 200 jaar geleden, het licht op de kandelaar was. Het is weg, weg. Kerken gaan dicht, elke week wel 1 of 2. En het is maar beter ook. Want het licht was al lang weg. Eerst gaat het licht weg. Dan blijft er een huls over. En die gaat ook weg. Wat was in onze kerk, de kerk van de reformatie, de eerste liefde? Waaruit bleek die? Ik geef even een terugblik. Zodat we samen heilig jaloers kunnen worden. Ik heb thuis in mijn bibliotheek zo'n dik boek. Het martelarenboek. Moet u ook eens zien te krijgen. Het is nog wel te koop hoor. En daar staan de getuigenissen van Gods liefste kinderen. Die liever naar de brandstapel gingen dan dat ze hun meester zouden verloochenen. Dat waren er niet enkele. Dat waren er alles bij elkaar, door de tijd heen, wel duizenden. Eerste liefde. Dan denk ik ook aan de strijd die er in onze vaderlandse kerk gevoerd is om de waarheid. Want het gaat altijd om de waarheid. Liefde en waarheid kan je nooit scheiden. Waar geen liefde is, is geen waarheid. En waar geen waarheid is, is geen liefde. Want de geest van God, die de liefde uitstort in ons hart, leidt ons in alle waarheid. Dan denk ik aan onze Dordtse synode. Daar is een strijd gevoerd. Die wordt altijd gevoerd. Hangt je zaligheid van jou af? Is God afhankelijk van jouw keus, jouw wil? Is die zielig als jij niet wil? Zielige God. Zeiden de remonstranten, goed doorgedacht, ik zeg het even simpel. Of dank je echt 100% alles, alles, alles aan God? En heb je als vrucht daarvan maar 1 doel. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Alle eer. Niets van mij. Daar ging het over. Daar gaat het altijd over. En wij hebben daar een heerlijk geschrift uit gekregen. De Dordtse leerregels. U kent ze toch wel? Ze zijn heel actueel hoor. Ze zijn ook heel mooi. En u doet uzelf echt veel schade als u het ongelezen laat en niet weet wat daar staat. Zo evenwichtig, zo bijbels, zo pastoraal en zo eerbiedig. Niet indringen in de dingen die voor ons te hoog zijn, maar heel scherp luisteren naar wat God zegt in zijn woord. En theologen van verschillende landen van Europa, daar aanwezig, waren daarin eenstemmig, heeft God ons gegeven. En dan onze
onvervangbare Statenbijbel. Het is niet te zeggen hoeveel invloed die Bijbel heeft gehad en welke zegen die Bijbel heeft verspreid. Heerlijk geschenk van God. Top theologen, ook taalkundig, hebben jaren van hun leven gegeven om die Bijbel te vertalen. Zo dicht mogelijk bij de grondtekst. En verklaart in de kanttekening, die leest u toch ook wel? Die kanttekening. Dan denk ik, eerste liefde. Ik ga er even door, heel kort hoor. Aan die heerlijke opwekkingen. Weet u nog wat dat is, een opwekking? Weten ze daar hier in Genemuiden van? Er is immers een tijd geweest dat er dorpen waren. Als dan een week voorbij gegaan was, een hele week, en er was niemand bekeerd. Een hele week zonder bekering. Dan kwamen de kinderen van God bij elkaar en dan riepen ze tot God en dan zeiden ze, Heere, waarom houdt u uw hand zo stil? Wij hunkeren naar uw wonderen. Er zijn zoveel mensen onder ons die verloren zijn. We hebben u zo nodig. Ik heb pas een mooi boek gekocht. Ja, ik maak geen reclame voor boeken. Maar doe ik toch maar even. Het is pas uitgekomen. Zegen op de Veluwe. Zegen op de Veluwe. Koop het maar eens gerust. En lees het maar eens door. In een weekdienst in Nijkerk. Ik heb er vaak gepreekt in de grote kerk. Maar toen zaten de mensen niet in de kerk. Ze stonden. In een weekdienst. 3000 opgepropt in die grote kerk. Waarom? Omdat ze een ziel hadden die gered moest worden. Omdat ze schuld hadden die verzoend moest worden. Omdat ze nood hadden waarin niemand hen helpen kon dan Jezus alleen. En uit die nood en die schuld hebben ze geroepen en geschreeuwd tot God. Duizenden. Liefde. Liefde. Zegen op de Veluwe. Waarom is de Veluwe, zoals de wereld zegt, nog conservatief? Ik heb zelf 7 jaar in Elspeet mogen staan. Het werkt toch nog een beetje door. De werking van de geest in vroege tijd. En de kerken zijn nog vol. En het licht is op de meeste plaatsen nog op de kandelaar. Wonder, hè? Het kan gauw weggaan, daar ook. Hier ook. Eerste liefde. Dan denk ik ook aan het begin van de 19e eeuw. Wat gingen de mensen toen doen in de kerk? Toen kwamen ze erachter dat ze iets heel erg verzuimd hadden. Verzuimd? Verkondigt het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. Chinezen hebben ook een ziel. Indianen hebben ook een ziel. Iedereen heeft de Heer Jezus nodig. De opkomst van de zending. Wat is het om die eerste liefde te verlaten in onze situatie? Efeze is een ruïne. Het gaat nu over ons. Als er vanavond bij u aan de deur wordt gebeld en er staat een Hamas-terrorist voor je. En die zegt, Allah of Jezus, Allah mag je leven, Jezus schiet ik je dood. Wat zou je dan zeggen?
Wat zou je dan doen? Zo ging het toch? Hier, kus dat kruisje, dat crucifixje. En zeg nou gewoon dat dat brood echt, echt Jezus' lichaam is. Dan is het klaar. Dan ben je een goede christen. Ze deden het niet. Waar gingen ze heen? Naar de brandstapel. En wat deden ze daar? Ze zongen Gode lof. Ik kan er veel van vertellen, maar laat de tijd niet toe. Eerste liefde. Wie is onze liefste? Godsdienst wordt in deze tijd weggevaagd. Zonder waarheid, zonder liefde. Maar de liefde vergaat nooit. Daar kan de duivel niet tegenop. Wat is die eerste liefde verlaten? Makkelijk zijn. Ja, goede dominee. Ja, boeiend. Ja, goed. Er is geen dominee volmaakt, dus. Dus niet gezond, kieskeurig. Alles een beetje goed vinden. Verlaten. Wat verlaat je? De waarheid. De waarheid maakt je vrij. Alleen de waarheid. Geen leugen, geen halve waarheid. Geen aangepaste waarheid. Alleen de eeuwige waarheid van God. Christus is de waarheid. En je moet op de kansel de waarheid horen. En anders is het een duisternis. Prachtig gehuld in talent, in boeien, in noem maar op, in mooie vrome woorden. Maar je moet de waarheid hebben. Hunker je ziel naar de waarheid. Hunkert je hart naar een prediking waar Christus verheerlijkt in het middelpunt staat. Waarin hij getoond wordt in al zijn schoonheid, dierbaarheid en onmisbaarheid. Eerste liefde verlaten, dat is een mooie dienst. Ja, ja, ik was heel geboeid, ja. Maar de waarheid, was die er? Afsnijdend alles wat van de mens is. Jezus alleen. En dat bevindelijk, bevindelijk. Daar kom ik zo nog op terug, bevindelijk. Als de bevinding verlaten wordt. En men zegt, het is schriftuurlijk. Daar heb ik nog wat over straks. Het bedroeven van Gods geest. Onderling veel ruzie. Verdeeldheid. Scheuring. Denkt u dat er één scheuring te bedenken is? Die vrucht is van Gods geest? Denkt u dat echt? Ik kom er zo nog op terug, want ik heb nog wat in petto over u. Scheuring, verdeeldheid zijn de eigen werken van de duivel. Broeders, tegenover elkaar. Niet met elkaar. Het verlaten van de eerste liefde. En nog iets, nog iets. Ik heb een ondeugende vraag. Hoeveel mensen, u persoonlijk, hebt u al voor Christus mogen winnen? Of houdt u zich daar niet eens mee bezig? Je buurman. Leef je ook in die verderfelijke sfeer? Ieder moet het maar voor zichzelf weten. Het is fijn dat we godsdienstvrijheid hebben. Nou, de duivel lacht erom, gemeente. Godsdienstvrijheid. Ik kom er zo nog op terug. Ieder moet het recht hebben om zijn eigen afgod te hebben. Waar is dat bedacht? In de hel. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En een ieder die de ware God in Christus niet kent, aanbidt, gelooft,
is een vijand. Eerst de liefde verlaat, een kerk die niet werft, sterft. Als je toch zelf wel eens iets gevoeld hebt van wat dat is om verloren te zijn en verloren te gaan, dan gun je dat toch niemand. En als je zelf door genade wel eens iets gevoeld hebt van de heerlijkheid van het Lam van God gestorven voor jouw zonde, dan gun je hem toch iedereen. Waarom vloeit onze mond toch zo weinig over? Eerst de liefde verlaten. Gezapig. We gaan naar de kerk en we lopen naar huis. En we hebben het vaak nergens meer over. En het normaal vinden, dat het lichaam van Christus, zoals het zichtbaar is, ook in Nederland, verscheurd is. Normaal. Daar kan je mee leven. Hoeveel kerken zijn hier? Ik weet niet. Maar alles wat er meer is dan één, is te veel. Christus heeft maar één bruid. Hij heeft maar één lichaam. Hij heeft maar één kerk. En onze belijdenis kent er ook maar één. Tegenover de valse, de ware kerk. Het gaat maar naar. Onze vaderen zagen scherp. Als er geen bekering komt, neemt de Heere de kandelaar weg. En ik zei het u al, we zien dat voor onze ogen gebeuren. Zeker als we oud zijn. Als we dan vergelijken met jong, ga ik het verleden verheerlijken? Nee. Maar als je oud bent, kan je vergelijken. In het dorp waar ik woonde, als dan de kerk en de kerken uitgingen, dan stroomden de straten vol. En onze kerk was dan het Zwarte Kousenkerkje. Nou, een hele zwarte stroom. Waar is het nu? Kandelaar. Weg, gemeenten opgeheven. Het percentage van Nederlanders, wat nu nog onder een zuivere Bijbelse prediking komt, waarin mensen niet bedrogen worden, is zeer gering. In talloze kerkverbanden, met allerlei namen van gereformeerd, is een vreselijke oppervlakkigheid. En dat uit zich in volle avondmaalstafels, er zijn allemaal kinderen van God, en lege middag- of avonddiensten. Het uitzicht in een stijl van leven die van de wereld niet te onderscheiden is, en de media maken af wat er nog is aan invloed van Gods woord, acceptatie van dingen die vroeger eensgezind verworpen werden, LHBT-praktijk, geboortebeperking, noem maar op, de geest van de tijd vreet zich door in onze gezindten, in onze kerken. Gaat niet goed. Het gaat niet goed. Kerken lopen leeg, ja, maar in Genemuiden niet. De ledentallen van ook reformatorische kerken nemen af. Door grote geboortes, nog groot geboortetal. Was dat nog verholen? Ik ben gevoelig voor cijfers en ik volg het ook. Er gaan elk jaar honderden mensen uit onze kerken niet alleen over naar anderen, maar helemaal weg. En er komen er bij elkaar hooguit enkele tientallen uit de wereld voor terug. Wie zou niet wenen? Gaat het ons niet te
ter harte. Ja, reformatie nu. U begrijpt, daar gaat het over. Maar ik had er ook bij gezet 95 stellingen. En u begrijpt, dat refereert aan de 95 stellingen van Luther. En nu durf ik mij in de verste verte niet met Luther te vergelijken, begrijp me goed. Maar ik kreeg toch de gedachte, zou ik 95 stellingen kunnen bedenken waarin toch wordt aangewezen wat er onder ons mis is. Wat verandering, bekering nodig heeft. 95. En toen ik daarover ging denken, dacht ik, nou, ik kom nog niet aan de 20. Maar toen ik verder ging denken en ze probeerde te formuleren, had ik er zo 95. En ik was nog lang niet klaar. Ik denk, ik kan er nog 95 maken. Is het zo erg? Het is erger dan wij denken. Ik kan die 95 stellingen natuurlijk allemaal niet behandelen vanavond. Maar u kunt ze van mij krijgen als u wilt. Ik zal het aan het eind nog een keer zeggen. Als u mij een mailtje stuurt, djbudding@kliksafe.nl, djbudding@kliksafe.nl, dan kunt u ze allemaal van mij krijgen. Mijn nummer, e-mailadres komt ook volgende week in het RD, want dan wordt een samenvatting van deze lezing op de opiniepagina opgenomen. Maar ik noem er enkele. Ik heb die stellingen een beetje verdeeld in aandachtsgebieden. De kerk, in zijn algemeenheid. De predikers. De prediking. En het christenleven. Dat zijn de vier aandachtsgebieden waarover ik mijn stellingen heb verdeeld. En u begrijpt u misschien wel, stellingen zijn niet genuanceerd. Ze zijn eigenlijk bedoeld ook om over na te denken. En er is altijd meer te zeggen dan in een enkele zin puntig en prikkelend wordt samengevat. Maar ik wil het toch een paar met u doornemen. Stelling 1. De Heer Jezus begon zijn prediking met: bekeert u en gelooft het evangelie. Ieder die dit hoort en leest, moet hem onmiddellijk, zonder uitstel, gehoorzamen. Wie dat niet doet, zegt dus nee tegen hem. Ook in het Grieks staat hier een vorm die dat nog veel sterker uitdrukt dan in het Nederlands mogelijk is. Het had al lang zo moeten zijn. Nu gelijk, zet daar alles voor opzij. Dit kan geen uitstel leiden. Hier gaat het om, bekeert u. En gelooft het evangelie. Want zolang u niet gelooft, aan welke kant ben je dan? Aan welke kant blijf je dan? En wat doe je dan? Dan blijf je aan de kant van de duivel. En dan leef je voort in een leven van ongeloof. Een eigen keus. En dan doe je het ergste wat er is. Je maakt God tot een leugenaar. En je verwerpt
die dierbare Heer Jezus. En je gelooft hem niet. Is er iets ergers? Nee. Daarom begon de Heer Jezus daarmee, met zijn bevel. Nu gelijk. Een wede prediker die niet met zijn woorden en zijn klem spreekt. Twee. Op grond van dit bevel, van bekering, geloof, moet alles in de kerk, in het ambtelijk en persoonlijk leven, in overeenstemming gebracht worden met zijn wil. Zonder uitstel, zonder jamaars. Kerk. Ambtelijk leven, persoonlijk leven. Bekering omvat alles. Zonder uitstel. Zonder vrome smoesjes. Stelling 4. Elke vrome wens, vroom tussen aanhalingstekens, of bewering in dit verband dat God het moet doen, verandert de genade van God in ongehoorzaamheid. Is dat niet een van de hoofdzonden in onze gezindte? Dat wij onze verantwoordelijkheid afschuiven en onze vijandschap en tegenstand weigeren op te geven en ons verbergen achter vrome wensen? Dan gaat dat na, ik ook, in ons eigen leven. In elke dienst gebeurt er iets, en vanavond ook. Er vindt een ontmoeting plaats tussen de Heer Jezus en jou. Hij vraagt om je hart, om je leven. En je weigert. Je gelooft het niet. Je vlucht weg met een vrome wens. Waar vlucht je dan heen als je niet naar hem vlucht? Ook met je onmacht. Waar vlucht je dan heen? Dat weet je wel. Stelling 5. Het gebod om één te zijn in liefde is hoofdzaak. Wie dit gebod negeert, verliest ook de waarheid. Een nieuw gebod geef ik u. Een gebod. Het is een gebod. Moet gehoorzaamd. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Laat het ook zien aan de wereld. Opdat de wereld bekennen, kan zien, kan merken, dat jullie mijn discipelen zijn. Dat moet iedereen kunnen zien. Wat houden die mensen veel van elkaar? Ja, dat was de kracht, de werfkracht, de eerste liefde van de eerste christenen. Ze hadden alle dingen gemeen. En heel de menigte die geloofde, was één hart en één ziel.
Ja, dat was toen. Is God veranderd? Is de geest veranderd? Waarom niet nu? Waarom niet in Genemuiden? Waarom al die kerken en kerkjes? Wat ziet de wereld? Het gebod om één te zijn in liefde is hoofdzaak. Wie dit gebod negeert, verliest ook de waarheid. Stelling 9. In dit verband is het een gruwel in de ogen van Christus dat wij de avondmaalstafel en of kansel voor elkaar sluiten op grond van zogenaamde kerkelijke regels. Niet zo lang geleden kreeg ik een verzoek om in een ander kerkverband dan het mijne, het verzoek van het huwelijk van een jong paar, hun huwelijk te bevestigen. En zij kregen een briefje. Wij hebben alle achting en respect voor de persoon en de prediking van dominee Budding, maar onze kerkelijke regels laten dat niet toe. Recent in Nederland. Wat vindt de Heer Jezus daarvan? Ik ga nu iets zeggen over de predikers. Want de prediking, en daarom ook de predikers, die zijn in die zin van een uiterst groot belang, niet om die mannetjes zelf, maar omdat het God behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Omdat God nu eenmaal mannetjes uit het stof verrezen roept om zijn evangelie te verkondigen, en hij doet dat vergezeld gaan met zijn goddelijke kracht, zodat het gebeurt. Dus aan de predikers moeten wij hoge Bijbelse eisen stellen. De eisen van het woord. Stelling 15. Het gebod van de Heer Jezus wordt schandelijk vergeten. Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Gaat nu eens even na bij uzelf. Is dit een zaak die u weegt? Brengt u dit dagelijks bij de Heere in uw gebeden? Heere, wij hebben arbeiders nodig die door u zijn uitgestoten. Ze kunnen niet anders. Goddelijke kracht zit erachter. Goddelijke liefde zit erachter. Omdat God zondaren wil zalig maken door de dwaasheid van de prediking. Reformatie, nu, bij u, bij mij. Bid dan de Heere des oogstes. Stelling 30. Wie niet echt door God geroepen is om het evangelie te verkondigen, is een huurling. U hebt niets aan dominees als ze niet door God geroepen zijn. Als God er zelf niet achter staat. Als van hen zou moeten gelden: ik heb ze niet gezonden. Dat is een ramp. En de duivel heeft er zoveel. Overal. Die houdt bij geen enkele kerkverband en kerkdeur houdt die halt. Die zoekt overal het onkruid te zaaien.
het ergst op de kansels. Niet echt door God geroepen. Stelling 31. Wie zelf niets kent van de schrik des Heren, moet nooit een preekstoel beklimmen. De schrik des Heren. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ik hoor iemand bidden. Stof en as heeft zich onderwonden om tot God te naderen. Ik hoor het iemand getuigen. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Vlucht, vlucht, vlucht. Er moet vuur zitten, beetje van het helle vuur. Beetje. Ik las eens van de bekende schrijver John Bunyan dat hij wel eens bad onder aan de preekstoel. Heer, laat me ietsjes voelen van hoe erg het is om verloren te gaan. Om naar de hel te gaan. Zodat ik de mensen met vuur mag waarschuwen. Hoort u vaak over de hel? Ik preekte pas ergens. Niet ver hier vandaan. En ik begin mijn preken vaak met een vraag. En toen vroeg ik, gemeente, hebben jullie in de afgelopen week wel eens één keer heel bewust aan de hel gedacht? Als je niet in Christus verlost bent, kan je vanavond nog zijn. En als je om je heen kijkt, je eigen gezinsleden, zijn ze gered of niet gered? Zijn ze op weg naar de hemel of zijn ze op weg naar de hel? Hoe is het? Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En in de consistorie zei er een broeder, dominee, hij bedoelde het ook goed, hij zei het niet kritisch. Als ik eerlijk ben, heb ik heel de week niet aan de hel gedacht. En daar kwam een gesprek uit voort. En toen zei ik, broeders, onze diensten zijn vaak leeg van de hemel en leeg van de hel. En daarom zijn ze zo leeg. Eeuwig wel, eeuwig wee. Dat moet je horen van de kansel. Stelling 32. Iedere prediker die niet gedreven wordt door de liefde van Christus is een dief en een moordenaar. Zulke predikers moet men afbidden. De liefde van Christus. Is dat niet het grote, grote, heerlijke thema van elke preek? De liefde van Christus. Die dringt ons, zegt Paulus. Die dringt ons.
die liefde door genade in eigen hart ontvangen en u een liefdedrang om Christus aan te prijzen, opdat hij een gestalte in mensenharten krijgt, opdat hij geboren wordt in het hart van een kind. O, moeten onze predikers niet vol zijn van de liefde van Christus. Het verval begint op de preekstoel. Reformatie nu is de vinger hierheen. Nu iets over de prediking. Er zijn er nog meer in de 95, maar ik heb even voor deze avond en lezing een kleine selectie gemaakt. Stelling 34. Wie de belofte van het evangelie niet aan alle mensen verkondigt, met bevel van bekering en geloof, gaat dwars tegen Christus in. De belofte van het evangelie. U kunt zalig worden. Er is een oneindige ruimte in God drie enig om u zalig te maken. Er is een zaligmaker voor uw zonde. Er is verlossing, eeuwige verlossing. Die belofte van het evangelie, die moet geloofd, zeker, maar die moet verkondigd. Als ze niet wordt verkondigd, hoe kan ze dan geloofd worden? Wat God belooft, wat God heeft gedaan, wat God belooft aan een ieder die gelooft. En dat met bevel, niet vrijblijvend, daar heb ik het net al over gehad. Een vrijblijvende prediking is een zielsgevaarlijke prediking, misleidend. Ik kreeg eens één keer een compliment. Een compliment? Nou vis ik niet naar complimenten hoor. Maar in mijn tweede gemeente belde iemand op. En hij zei, niet lief, niet aardig. Nou, sinds u hier bent, zit ik nooit meer rustig in de kerk. Moet altijd maar sterven, moet altijd maar sterven. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Maar ik vond het toch een beetje compliment. Niet meer rustig in de kerk. Als je niet de rust in Christus hebt gevonden. Want die heb ik ook met alle gebrek, maar toch geprobeerd altijd te prediken. De rust in Christus. Stelling 35. Goed luisteren. Schriftuurlijk preken is altijd bevindelijk preken. Dat wil zeggen, de ervaring. Het meemaken. Ik haalde op catechisatie deze week een voorbeeld aan. Ik kan het voor jullie ook aanhalen. Ik zeg, stel je nu voor, wij zien van die verschrikkelijke taferelen in Gaza. Ik zeg, stel je nou voor, daar zie je een jonge man met een kind in zijn armen, helemaal onder het bloed. Het is dood. Ik zeg, en als jullie dat zien, dan zeggen jullie allemaal, oh wat erg, ik kan er niet naar kijken. Ik zei tegen een van die jongens, ik zeg maar jongen, als jij nou die jonge man bent en je hebt je eigen zusje zo in je armen, dat is bevindelijk. Gij zijt die man. En als dat niet hoeft, dan dwaal je eeuwig. Ik moet weten, weten met mijn hart hoe groot mijn zonde en ellende is. En ik moet weten hoe ik daarvan verlost word. Schriftuurlijk preken is altijd bevindelijk preken. Wie een geloof preekt zonder bevinding, predikt het geloof van een lijk. Hij heeft te vrezen
dat hij het ook is. Stelling 37. Een prediking waarin de bevinding, dus de ervaring, niet regelrecht voortkomt uit de tekst in haar context en Bijbels verband, is nog schriftuurlijk, nog bevindelijk, maar misleidend. Ik kan niet te uitgebreid op elke stelling ingaan, maar u mag ze opvragen en het nog eens goed doordenken. Stelling 38. Een prediking waarin niet de verheerlijking van de drie enige God het doel is, maar hij alleen een middel is om ons gelukkig te maken, is fundamenteel vals. Een eredienst, wat is dat? Om wie gaat het? Draait God om ons? Of draaien wij om God? Dat is het eeuwige verschil. God drie-enig. Ik ben in de christelijk gereformeerde kerk opgegroeid als kind. En wij hadden een dominee die begon zijn votum altijd, en dat moet ik nog vaak aan denken, op een wat andere wijze dan ik. En die gebruikte altijd deze uitdrukking. Opdat God drie-enig verheerlijkt wordt in al zijn aanbiddelijke deugden, eigenschappen. Een ware eredienst draait om God. En daar is hij. Hij woont op de lofzangen Israëls. Hij is daar waar hij verheerlijkt wordt. En de Oosters-Orthodoxe kerken hebben een wat, hoe moet ik het zeggen, een idee van de eredienst. Hoe ze het invullen, dat is jammer. Maar de gedachte. Ze hebben allemaal dus een koepel waar het hemellicht naar binnen valt. En het principe van hun eredienst is een eredienst, kerkdienst, is een voorportaal van de hemel. Dat is toch een schitterende gedachte. Onze diensten horen een voorportaal van de hemel te zijn. Dit is niet dan een huis Gods en een poort des hemels. Stelling 49, als kerkdiensten voor ons besef te lang duren, is dat vaak een teken van geesteloosheid. Als mensen maar op hun klokje zitten te kijken, is het nog niet over. Dat kan de schuld zijn van de prediker, want mannen vol des Heiligen Geestes vervelen niet. Oh, wat hebben we daar dat nodig, hè, vrienden. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat u de aanwezigheid en de kracht van Gods Geest voelbaar kon ervaren. Ik herinner mij een dienst in de gevangenis. Ik preekte geregeld in mijn Amerikaanse tijd in de gevangenis. En daar preekte ik voor een ongeveer 30 meest zwarte mannen, van wie ik de achtergrond niet kende. En ik herinner mij een middag dat de hemel openging en er zo'n beslag onder ons viel. En zo voelbaar Gods Geest aanwezig was.
En toen liep ik een lange gang door, wilde ik weggaan. En toen kwam er een bewaker, die kennelijk ook had meegeluisterd, mij achterop. En die zei spontaan: Pastor, the Holy Ghost was in our midst. De Heilige Geest was in ons midden. Misschien kunt u zich dienst herinneren. Ik wel. Ook uit mijn kinderjaren. 2,5 uur. En het was 2,5 minuut. Het was 2,5 uur. Maar als er iets van de tijd, van de eeuwigheid, in de tijd komt, valt de tijd weg. Heren, breng ons daarheen. Reformatie, nu. Vergeef mij, of geef mij nog even een paar minuten. We gaan nog naar het laatste aandachtsgebied. Het persoonlijk christenleven. Stelling 66. Het is bijbels gezien onmogelijk dat avondmaalgangers elkaar niet lief hebben en elkaars lasten niet dragen. Dat is bijbels gezien onmogelijk. 78. Het is onmogelijk om lid te zijn van de gemeente van Christus en niet vervolgd te worden. Allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En stelling 79. Het ontbreken van vervolging legt ernstige misstanden bloot in het leven van een christen. Allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat heeft te maken, lieve vrienden, met die vraag die ik stelde. Hoeveel zielen hebben jullie al gewonnen voor Christus? Ben je actief, biddend, geestelijk bezig met de uitbreiding van Gods koninkrijk? Wil je Satan zijn mensen ontroven? En wil je graag een middel zijn om anderen te redden? Iemand zei eens: ik ben gered om te redden. Iedere christen, stelling 80, moet vanuit de gezindheid van Christus bewogen zijn met zielen die verloren gaan. En dan nog twee puntjes. Eigenlijk 1. 93. Het verlangen naar de wederkomst is de thermometer van het geloof. 94. Wie nooit verlangt naar de wederkomst van Christus, is de bruid niet. Want de geest en de bruid zeggen: kom. Want als hij komt, dan zijn wij pas echt en eeuwig gereformeerd. Hij is het licht in onze duisternis en vult ons dan helemaal. Uit zijn volheid worden wij vervuld om aan onze roeping te beantwoorden in het heimwee nu naar die plaats waar we eeuwig vol zullen zijn van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, om die God tot in alle eeuwigheid volmaakt te loven en te prijzen. Amen.